De 18e Nationale Sportweek werd afgelopen zaterdag geopend door wethouder Rob Ellemeyer en kersvers Olympisch kampioen hockey Felice Albers. Ik kan het zelf ook nog niet helemaal beseffen, maar we zijn langs geweest bij de koning, de koningin. Super veel huldigingen gehad en ja, heel leuk om vandaag hier ook weer te zijn. Maar nee, er komt inderdaad wel heel veel op je af wat je vooraf eigenlijk niet weet. Albers is een mooi voorbeeld voor de Amstelveense jeugd. Al op jonge leeftijd werd ze ondersteund door Amstelveen Sport, zodat ze voldoende tijd vrij kon maken om haar sportdoel te bereiken. Superleuk dat ik ook hier ben uitgenodigd. En het grappige is wel, Amstelveen Sport heeft mij ook tijdens dat ik nog op de middelbare school start ook heel veel geholpen met vrij krijgen van tentamens. En ik kon alles doen zeg maar, om uiteindelijk mijn sport te beoefenen. Daar ben ik ze ook dankbaar voor, dus dan is dit een kleinigheid en ik vind het superleuk om hier te zijn. Nadat Albers samen met Ellemeyer het startschot had gegeven, begonnen 30 genodigden aan een spinningsessie. Het was het officiële startsein van de Nationale Sportweek. Ja, zeker. We zijn natuurlijk met schaatsers die wel vaker fietsen, maar het is heerlijk. Best wel pittig. Veel tegen, hè? Het viel tegen. Het bizarre is, ik heb zo'n apparaat thuis staan, maar deze oefening heb ik er nooit op gedaan. Dus nou, aldoende leert men. En misschien dat ik toch wel weer enthousiast geworden ben om dit anders te gaan gebruiken thuis. Want het heeft wel zin natuurlijk. Ja. Want je fietst thuis wel op zo'n spinapparaat? Heel langzaam, ja. Ja. Als ik er niet omheen loop. Maar kijk, dat laatste moet je nou niet doen, maar je hoeft niet heel snel te gaan, maar je moet het wel gewoon doen. Nou ja, dat is het. Hè. Met alle sport, je moet het gewoon doen. En als je eenmaal stopt, dan stop je ook meestal. Dus je moet toch proberen om in welk tempo dan ook te blijven sporten. En dan is je stap niet zo groot om iets door te pakken. Maar als je eenmaal stopt, is het heel lastig om het weer op te pakken. Het ging jou wat makkelijker af dan Michel, hè? Als jij dat zegt, dan sluit ik me daarbij aan. Nou ja, hoe voelde het zelf? Nee, maar ik sport best wel veel. Dus sporten vind ik belangrijk. Hè. Dus of je jong bent of oud bent, ik word wat ouder, maar ik blijf wel sporten. En als iedereen blijft sporten en bewegen, dan doen we het heel goed. En dit was leuk. Daarom is het zo leuk dat we het hier weer doen. Want ik denk dat veel meer mensen dat weer lekker moeten gaan doen. Super. Ja, met dit prachtige weer, mooi, kan de week niet beginnen. Ja, het is echt fantastisch. De weergoden zijn met de Amstelveense Sportweek. Prachtig begin met dit soort weer om de Nationale Sportweek zo te openen. Hè? Beter kun je het niet wensen. Hè? Het is zo mooi en dat midden in het centrum van Amstelveen. Ja. En dan met al die fietsen, het is een prachtig evenement. Ja. Ja. Ik zie de zweetdruppels op je hoofd staan. Ja, ik heb ook mijn best gedaan. Dus, ik heb echt even gewerkt hoor. Ja, viel tegen. Het enige nadeel was, ik had een fiets waar ik mijn voeten niet op kon vastklikken. En dan is het, als je staand moet fietsen, is het even wat onhandig. Dat klopt. Maar voor des hartstikke leuk. En ik kan het van harte aanbevelen. Ga vooral lekker spinnen. De sportweek duurt nog tot en met aanstaande zondag. Voor het gehele programma kunt u terecht op amstelveensport.nl.